Ik ben Nick en ik ben presentator van Oosterhout Live en tevens producent van het festival. Hoi, ik ben Django en dit is voor mij de eerste keer op Oosterhout Live en ik ben er klaar voor. Nick, hoort dit nou ook bij Oosterhout Live, rekken en strekken in de bossen? Het zit hem in de kleine dingen natuurlijk, hè. En wat ik belangrijk vind is dat er natuurlijk wel topprestaties geleverd worden op het podium. Er staat dadelijk iedere avond 5000 mensen. Dus ik wil graag dat die artiesten topfit zijn, dat ik zelf topfit ben. Dus we hebben een schema gemaakt eigenlijk voor de komende week. En vandaag met Django, ik geloof dat de route 6 kilometer was het, Django? 6,7. Zo. Hij heeft zich goed voorbereid. 6,7. Dus goed, even laatste rek- en strek oefeningen. Dan gaan we dadelijk voor de test. Django, wacht eens even. Wat betekent dat nou voor jou om op Oosterhout Live te mogen schitteren? Ja, het is natuurlijk superleuk natuurlijk om erbij te mogen zijn. Ja, er staan 5000 fans van het Nederlandse lied. En ik vind het ook een hele eer dat ik erbij mag zijn dit jaar. Maakt dat het ook zo mooi dat er juist mensen komen voor dat Nederlandstalige lied? Ja, zeker. Kijk, wij zijn volkszangers, om het zo maar te zeggen. En ja, als dan de mensen komen en de mensen zingen mee met je liedje. En vooral op zo'n groot festival als Oosterhout Live, wat wil je nog meer? En voelt het ook een beetje als een thuiswedstrijd in de eigen provincie? Zeker. Het is voor mij een klein 40 minuutjes rijden van mijn thuis, dus ja. Ja, hartstikke gaaf gewoon. Ja. Je kijkt er echt uit. Zin in. Ja. Ik heb maar echt zin in. Vind je die Nick niet een beetje overdreven dat hij je door de bossen laat rennen? Nee, we moeten gewoon topfit zijn natuurlijk. Want er kan nog wel wat vanaf? Een klein beetje. Inderdaad, kom. We moeten nog even een stukje. We lopen 5 minuten achter op schema en we moeten nu nog 1 uur en 10 minuten. Oké. Okay. Wat een slaafdrijver, hè? Oké, dit is heel even belangrijk, Django. Goed je balans pakken. Goed voor de balans. Even je focus houden en het is goed voor de kuiten dit dan, hè? Lukt het? Ja, super joh. Gaat super. En eraf. Nick, wacht even. Waarom heb je eigenlijk voor Django gekozen? Op basis van conditie. Nee, het is voor hem een heel bijzonder jaar geweest. En voor Oosterhout Live ook derde jaar. De derde editie staat eigenlijk te beginnen nu. En je zoekt in het jaar daaraan voorafgaande altijd weer naar nieuwe prikkels voor het publiek. Een goed uitgebalanceerd programma. Voor ons is het heel belangrijk dat het Nederlandse karakter aanwezig is. Van volks tot pop. En je zoekt dan naar een aantal gearriveerde namen. Hè? Dus de grote sterren in ons kleine kikkerlandje. Want wie komen er nog meer? Je hebt dit jaar een programmering met onder andere Gerard Joling. Die op de vrijdagavond afsluit. We hebben een heel bijzonder slotconcert. Met een 13-koppig orkest. Met Xander de Bisonier, Jeroen van der Boom. Onze ambassadeur Vincent en misschien wel de hit van dit jaar, Glennis Grace. En in het volksgenre is het een heel bijzonder jaar voor Django geweest. Hij is definitief doorgebroken met zijn hit Kali. Er is nu een prachtig album uit. En ja, dan wil je zo'n man ook laten zien aan je publiek. En dit is zijn eerste en het zal zeker niet de laatste zijn, denk ik. En volgens mij wil deze man ook weer door. Ja, hij is ik moet wel zeggen, ik ben onder de indruk. Ben je er weer klaar voor? Ik ben wel aan mijn tax, maar hij is niet kapot te krijgen. Ongelooflijk. Nou, kom op dan. Nou heren, helemaal klaar voor Oosterhout Live? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Dat wil ik natuurlijk wel even zien. Tijd voor een wedstrijdje. Klaar voor de start? Af! En? Ja, volgens mij toch Django. Nee joh. Ja. Ik lag een voetlengte voor. Nee. Het neusje van Django. Echt waar? Ja, echt waar. Nick, goede start, slechte finish, jongen. Jongens, veel plezier tijdens Oosterhout Live. Yo, bedankt. Ik weet zeker dat ik...